Er zijn onrustigheden in Veldhuis. U bent boos. Ik ben heel erg boos, ja. Jarenlang is de wijk Veldhuizen A een rustige wijk geweest. Dat was toen ik hier aantrad wel anders geweest. Met Oud en Nieuw was er opeens een onrustige situatie daar in die wijk. En gisteravond was dat weer het geval. Rondom het winkelcentrum de Lindenhorst, wat nu helemaal leeg is, ontstonden er allerlei onrustigheden. Werden auto's in de brand gestoken, werden auto's vernield. Werden stenen geworpen naar politieauto's, naar politie. Dus het is tot van 11:30 tot een uur of 14:45, 14:30 is het erg onrustig geweest. En daar ben ik heel erg boos over. Want mensen die hebben recht op een stuk woongenot, op een stuk leefomgeving waar ze zich veilig wanen. En dat kan een groep van 50 jongeren kunnen dat niet zomaar ondaan maken. U noemt de Lindenhorst als een van de motoren achter de onrustigheden. Maar is dat de echte reden, denkt u? Nou, ik denk dat ze de aanleiding zagen om weer eens eventjes een hoop onrust te trappen in die wijk. En daar ben ik ook heel boos over. Het is heel erg jammer dat die Lindenhorst daar al zo lang in deze verloederen staat heeft gestaan. Heeft te maken dat een van de ondernemers niet weg wilde. De rechter heeft hem ook heel lang de tijd gegeven om naar een andere lokaliteit te zoeken. En die heeft dat tot 1 mei mogen blijven. En zo lang is hij ook gebleven. Dus maanden hebben we naar deze situatie moeten kijken. Nou, de laatste is nu weg. Volgende week wordt de Lindenhorst gesloopt. Dat was voor de jongeren dan de reden om er een puinbak van te maken op een manier die ik niet normaal vind. Niet normaal vind. Wat gaat u voor maatregelen nemen? Er komt een schadeschoonlevingsverbod. Er komt extra cameratoezicht. Politie zal en masse aanwezig zijn. Ook toezicht zal aanwezig zijn. Dus politie volop aanwezig daar. En met allerlei maatregelen, bestuurlijke maatregelen die ik kan treffen in hun zak. Er is ook nog een bevel dat men mensen kan weren daar. Dus ze zijn volledig gewapend. En dat zal ertoe moeten leiden dat het weer heel snel rustig wordt in die wijk. Wordt er ook naar de sociale kant gekeken? Worden er bijvoorbeeld maatschappelijk werkers ingezet? Wordt al jarenlang wordt er preventief daar heel veel maatregelen genomen en zijn genomen. Er is heel veel aandacht voor die wijk. Dat is ook de reden, denk ik, dat het relatief heel erg rustig is geweest de afgelopen jaren. En we moeten weer heel snel naar die situatie toe. Is er zicht op de groep jongeren? Nou, de politie die heeft wel gezien ongeveer welke jongeren het zijn. En de wijkagenten die kennen hun pappenheimers wel. Dus daar zal het laatste woord met die jongens nog niet over gesproken zijn. Wat verwacht u de komende nacht? Ik verwacht een rustige nacht, omdat er heel veel agenten bezig zijn. En diegenen die er weer een puinbak willen maken, die zullen wel voelen dat de maatregelen die nu zijn getroffen voor hun het niet zo leuk meer maakt als gisteren. Ze kunnen gelijk bij de lurven gepakt worden en meegenomen worden in de politieauto naar het politiebureau. Kortom, voor u is de maat vol? Helemaal vol.